Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Een jaar of drie geleden, Derk Arts, was jij te gast toen zonden we vanuit Q Music, heette dat toen, denk ik. En nu heet het Q Factory volgens mij. Volgens mij was het Music Q. Music Q was het, ja. Maar het was op de Newmarkt, was het. Oh, dan was je in de wagen, maar dan kwamen we dus elkaar dus. Een tijdje geleden kwamen we elkaar tegen, dan weer in de plek waar we daarvoor weer uitzonden. Want dat is wat de link die ik maak, want daar hebben we ook vandaan van uitgezonden. Ah, vandaar, ja. Maar goed, drie jaar geleden. Ik heb hier staan Castor EDC op jouw t-shirt, of Castor EDC, hoe je het internationaal... Ja. Is het EDC een stuk niet? Hoe heet jullie nu? Ja, dat is een moeilijke vraag meteen. Zeg maar, onze handelsnaam is nog steeds Castor EDC. Maar we hebben andere producten ook. En Castor EDC is een van de producten. Dus we proberen wat meer met Castor te gaan. We hebben nu ook een Amerikaanse entiteit. En daar heet het over Castor Research. Dus dat EDC, dat proberen we dan een beetje los te laten. Die keer dat jij te gast was bij ons, was Roeland er niet bij. Dus je kan meteen Roeland eventjes uitleggen wat jullie eigenlijk doen. Oké, nou perfect. Wij bouwen een online platform voor medische dataverzameling. En je moet je voorstellen dat als je naar de dokter gaat, dan wil je graag door de dokter beter gemaakt worden. Nou goed, ik begrijp dat je een echtgenoot dokter is, dus je bent denk ik zeer bekend met de materie. Ja. Waar baseert de dokter zich op uiteindelijk? Hè? De dokter gaat kijken naar guidelines, naar richtlijnen. En die richtlijnen die moeten ook weer ergens op gebaseerd zijn. En de richtlijnen zijn gebaseerd op onderzoek. Dus als je wil gaan uitvinden hoe je nou patiënten moet behandelen, dan moet je onderzoek doen. En in de huidige tijd heb je daar dus data voor nodig. En wij faciliteren eigenlijk elke medische onderzoeker in de wereld om hele hoge kwaliteit data te verzamelen, die ze dan kunnen analyseren, daar dan een paper over kunnen schrijven. Dat gaat dan buiten ons platform. Mm-hmm. En dat leidt dan uiteindelijk tot de richtlijn die ervoor zorgt dat jij zo meteen, als je bij een huisarts zou komen, de juiste behandeling krijgt. Ja, leg eens wat meer over uit, want het faciliteren van dataverzameling, dat klinkt nog erg abstract. Ja, dus... Weet je, dat data belangrijk is, dat je grote steekproeven moet doen, dat je controlegroepen moet hebben, dat je heel veel variabelen met elkaar vergelijkt en daar statistische analyses op loslaat. Zo werkt over het algemeen een onderzoek. Ja, klopt. Zeker. Daar is data voor nodig, daar moet je heel veel dingen voor verzamelen. Hoe maken jullie dat dan beter en makkelijker? Ten eerste zijn wij een van de weinige systemen in de wereld die zeg maar, professionele kwaliteit bieden tegen een betaalbare prijs. Dat betekent dat elke academische onderzoeker die normaal geen budget heeft voor zo'n soort systeem, gewoon in ons platform een database kan opzetten. Dus stel je voor, je hebt een onderzoeker in het AMC hier in Amsterdam. Die gaat onderzoek doen naar diabetes en die gaat testen of een nieuw medicijn beter is dan een oud medicijn. Ja. Gaan ze een protocol maken. En als het protocol er is, dan op een gegeven moment besluiten ze, nou, nu ga ik de dataverzameling opzetten, want ergens moet die data vandaan komen. Want je moet een patiënt zien en op een gegeven moment ga je die patiënt vragen stellen. En dan ga je ergens wil je data vastleggen. En dat wil je niet in een Excel-faaltje doen. Want als je op een gegeven moment 100 patiënten in je Excel-faal hebt zitten, dan wordt dat een grote chaos. En dan ga je allerlei fouten maken. En daarbij kan je dan niet met meerdere ziekenhuizen samenwerken. En je wil natuurlijk snel je patiënten binnenhalen. Dus je wil meerdere ziekenhuizen tegelijk data van patiënten binnenkrijgen. Dus ga naar onze website, die onderzoeker. En dan kan je gewoon inloggen en meteen een studie gaan bouwen. Dus we hebben een systeem gemaakt waar het heel eenvoudig is om allerlei formulieren te definiëren. En op die formulieren zeg je eigenlijk wat je wil weten van die patiënt. En dus je wil bijvoorbeeld de leeftijd weten en het geslacht natuurlijk. Ja. En misschien een bloeddruk. En je wil natuurlijk de suikerwaarde weten, want het is een diabetesstudie. En hoe voelt die patiënt zich? Nou, al die vragen die ga je definiëren. Of... Ja, dat hoeft toch niet heel veel anders te werken dan het maken van een Google Form. Exact. Of een Excelletje. Precies, het is Google Forms, maar dan veel geavanceerder. Dus je kan veel meer validaties en afhankelijkheden maken. Ja. En zorgen dat die data van goede kwaliteit is. En allerlei berekeningen ertussen maken. Nou, dan, als je die formulieren gebouwd hebt, dan kan je je collega's gaan uitnodigen uit andere ziekenhuizen. En dan kan je heel precies instellen wie wat mag doen. Hè? Dus niet iedereen heeft dezelfde rechten. En dan kan je eventueel ook nog vragenlijsten naar de patiënt gaan sturen. Dus één model is dat je bijvoorbeeld een research nurse in elk ziekenhuis hebt. Dus stel, VUMC doet mee, OVG doet mee, Radboud doet mee. Even een Nederlandse context. Dat in elk ziekenhuis een research nurse zit die voor jou die patiënten in het systeem stopt. En... jij kan dan precies instellen wie wat mag doen in jouw studie. En je kan dan ook nog dus de vragenlijsten naar de patiënt zelf sturen. Dus wat we vaak zien is een studie waarbij je deels data uit het elektronisch patiëntendossier zeg maar, inleest of met de hand overneemt. En deels vragenlijsten naar de patiënt stuurt. Wat ik net dus even al in noemde,
soms wordt gewoon handmatig data ingevoerd. Maar wat we ook faciliteren in sommige ziekenhuizen is dat je in één keer gewoon alle bestaande data die al over de patiënt bekend is, uit het elektronisch patiëntendossier. Ja, dus je kunt ook historische data. Precies, die je niet op dit moment. Dan hoef je niet alles, over te typen. Eigenlijk, je legt het eigenlijk, vind ik al vrij gedetailleerd uit. Want mijn vraag was eigenlijk gewoon, waarom zou je het niet gewoon in een Excel'tje bijhouden? Oké. Maar dat, weet je wel, op zichzelf het grote verschil is natuurlijk dat je al dat soort rechten kunt beheren. Dat je precies. Er zijn heel veel argumenten te noemen. Maar je zei nog iets waar ik wat meer van wil weten. Je zei, er zijn eigenlijk niet, geen vergelijkbare systemen die zo goedkoop zijn. Mm-hmm. Want er zijn natuurlijk heel veel wetenschappelijk statistische platformen of software te koop. Waarom is dat dan allemaal zo duur? Alle dataverzamelingsplatforms, als we dus specifiek kijken naar data capture. Bijna al die systemen worden ontwikkeld voor de industrie. Ja. En aangezien de industrie ontzettend veel geld verdient, vinden die softwareleveranciers dat zij dan ook ontzettend veel geld moeten verdienen. Dus dat houdt elkaar lekker in stand op die manier. Dus bijna alle serieuze systemen die eenvoudig te gebruiken zijn, die zijn gewoon onbetaalbaar. Omdat ze alleen maar aan de industrie verkopen. En dit heb ik misschien 3 jaar geleden ook al verteld, maar... als je eenmaal gewend bent aan de industrie te verkopen, dan lukt het je niet meer om tienduizenden academische onderzoekers te voorzien. Want die hebben allerlei vragen en die snappen niet hoe het werkt en die moeten geholpen worden. En dan heb je dus ineens enorme hoeveelheid mensen nodig om die onderzoekers te helpen. En wij zijn dus andersom begonnen. Wij zijn begonnen voor de academische onderzoeker. Dus in ons DNA zit met heel weinig mensen, heel veel mensen ondersteunen in een complexe materie. En die dure industriesystemen die kunnen eigenlijk niet anders meer dan... dure industriestudies doen. Wat ik me nog herinner van ik was er niet bij, want ik was op herfstvakantie volgens mij. Was je even aan toe gewoon? 3 jaar geleden, maar ik zal het interview terug te lezen, het artikeltje wat erover geschreven is. Dan begreep ik van, je bent zelf arts, hè? Dus dan snap ik waarom je zoiets begint. Mm-hmm. Echt dat je dan ook gewoon weer arts heet, dat is toch het mooiste wat er is, man. Ja, laten we daar even mee. Maar dat je denkt van, dit stoort mij, ik ga dit probleem oplossen. Zo begint het vaak, zo begon het bij jou ook. Ja. Je bent nu een paar jaar verder. Er staat nu een compleet bedrijf. Je hebt net 5 miljoen aan financiering opgehaald. Klopt. Wat een mega avontuur. Ja, het begint natuurlijk met zo'n idee. Ja, nee, het is echt een mega avontuur. Het is toch vaak moeilijk om dat goed te bevatten. Af en toe heb je van die momenten. We hadden recent in de Deloitte Fast 50, zo'n tech ranking in Nederland, waren we 4e geworden en eerste in health tech. En dan kreeg ik nog een prijsje op het podium. En dat zijn dan van die momenten die je even helpen om te realiseren van, holy shit, weet je wel. Ik bedoel, we zijn gewoon 4e van Nederland, qua groei. Het is onvoorstelbaar. Alleen het punt is, het is gewoon van dag tot dag net zo. Hè? Ik ben dus inmiddels ook vader, nu een jaar. En je ziet je kind gewoon van dag tot dag groeien. Dus je merkt het niet echt tot je dan... We hebben een hele grote digital photoframe aan de muur hangen. En dan zie je foto's van de vakantie in Bonaire van een half jaar geleden. En denk je van, wow, is dat hetzelfde kind? Maar dat moment, dat heb je niet heel vaak met het bedrijf. Ja, je gaat er weer heen en je zit er middenin. En ja, elke keer, je bent er elke keer bij. Je helpt zelf die bureaus in elkaar zetten om weer waar de mensen aan gaan zitten die weer bijkomen. Als ik dan even terugkijk, en zeker doordat ik terugkeek naar het interview van 3 jaar geleden, denk ik van, wauw. Maak even die grote stappen tussen toen en nu. Wat, als je het moet vertellen, wat is er veranderd? Ik ben getrouwd in de tussentijd. Ja, nou, dat is mooi, gefeliciteerd. ik heb een kind gekregen. Ja, ik kwam je een keer tegen. Was nog een heel kleintje. Ja. Even kijken, ik ben ook gepromoveerd. Ook nog, dus dan hebben we alle privé dingen gehad. Dus, want het is echt lang geleden. Dus ik ben in 2016 gepromoveerd. Dus een jaar na het interview eigenlijk. En toen ben ik dus fulltime echt voor Castor helemaal gaan werken. En verder hebben we in 2017 1,1 miljoen euro Europese subsidie opgehaald. We hebben dus nu, in tegenstelling tot wat ik in het vorige interview zei, hebben we toch zijn met een investeerder gaan werken, maar beantwoord ik met liefde alle vragen over waarom we dat toch gedaan hebben. Ja, daar komen we zo nog wel even op. Je was toen heel stellig dat je dat niet wilde. Ja, dat ook heel lang volgehouden, maar ga verder. En verder hebben we nu ook een entiteit in ieder geval in de US. We hebben mensen in de US werken ook, dus we hebben mensen die voor ons in de US werken. Ja, en verder zijn we natuurlijk met de technologie heel veel verder gekomen. En we zijn met 45 man nu, in plaats van, ik dacht 8, maar 10 heb ik misschien gezegd toen. Ja. Dus we zijn ook 4,5-voudigd qua mensen.
En dan zijn er misschien nog 100 andere dingen die veranderd zijn. Die laten we inderdaad eventjes beginnen met wat heb je geleerd onderweg, waarom je van mening veranderd bent over wel of niet investeren. Ja. Want jullie konden toen namelijk van het begin af aan, konden jullie eigenlijk met de inkomsten die je had, kon je de groei in je bedrijf kon je financieren. Ja, en dat konden we eigenlijk denk ik wel blijven doen. Alleen, ik heb toen ook denk ik verteld dat wij een groter idee hebben voor wat we willen doen met Kast, namelijk echt impact hebben op medical research. Dus het hele proces van medisch onderzoek is gewoon verouderd, is traag en 85% van de tijd en effort en dus ook geld die in onderzoek wordt gestopt, die komt niet ten goede aan de patiënt uiteindelijk. Dus als je gewoon helemaal down the line kijkt naar die guidelines waar ik het net over had, zeg maar 85% van al die investeringen die dragen uiteindelijk niet aan dat eind bij, aan dat een patiënt beter behandeld wordt. Dus wij willen gewoon echt met technologie, een van de pioniers in dit veld, om met technologie echt een verschil te maken in hoe we dat proces slimmer en efficiënter gaan maken. En op een gegeven moment kwamen wij tot de realisatie dat, toen gingen we kijken naar waar zit nou de scientific output. En daar hebben we toen volgens mij ook over gehad, maar als je kijkt naar waar Nederland staat op de 11e plaats of zo, en dan heb je eerst US en dan, als je naar de afgelopen 5 jaar kijkt, dan staat de UK op de 2e plaats, anders China. Nou ja, om lang verhaal kort te maken, Nederland is gewoon vrij klein als je kijkt naar wat we doen qua onderzoek. En de rest van de wereld is gewoon eigenlijk enorm groot. En als je dus daadwerkelijk impact wil hebben op medisch onderzoek, dan moet je gewoon groot denken. En wat ik me toen onvoldoende realiseerde is hoe lang het zou gaan duren voordat je bijvoorbeeld iemand in Amerika kan gaan betalen. Want dat is gewoon ontzettend duur. Of voordat je daar een entiteit kan opzetten of een office kan openen of daar marketingcampagnes kan runnen. Dat heb ik me toen gewoon niet gerealiseerd hoe duur dat zou worden. En hoe lang het zou duren voordat je dat bootstrapped, zeg maar, eigenlijk jezelf verdienend bij elkaar zou verdienen. Toen hebben we gezegd, weet je, als wij op een gegeven moment op ons sterfbed liggen, als ik op mijn sterfbed lig en ik kijk terug, dan wil ik gewoon gedacht, heb ik er alles aan gedaan om iets nuttigs aan de wereld bij te dragen met technologie. En onderdeel daarvan is nu gewoon een investering ophalen, want ik zie gewoon dat het, weet je, anders gaan we die skill misschien niet halen of het gaat heel erg lang duren. Dus toen hebben we gewoon gezegd, weet je, we hebben de juiste ingrediënten, we hebben het team, we hebben de producten, we hebben de visie. We gaan wel geld ophalen en we gaan sneller groeien en we gaan zorgen dat we alles aan doen om ook in die andere landen het verschil te maken met ja, want dat klinkt ook heel logisch, want zeker medisch onderzoek is natuurlijk in een rap tempo gemondialiseerd de afgelopen periode. Ja. Dat is ook logisch, want waarom zou in Amerika zouden andere protocollen bestaan voor behandeling dan in Nederland? Precies. Is wel zo, heel vaak. Is wel zo, ja. Maar het onderzoek zou in ieder geval gedeeld moeten worden. Hebben jullie ook de ambitie om daar een bijdrage in te leveren om dit soort data ook beschikbaar te krijgen voor anderen? Want dat is natuurlijk nog weer wat anders, hè? 100%, nee, ja. Echt zeker. Het is, ik heb het altijd over de Airbnb voor research data, dus een hele korte analogie. Ja, kijk, het valt mij bijvoorbeeld op dat ik heb die medische blaadjes liggen altijd bij mij thuis. En ik zit er wel eens in te bladeren en te lezen. Het valt me op dat er heel veel heronderzoek gedaan wordt op bestaande datasets. Dat, weet je wel, dat ze een nieuw aanvullend onderzoek doen, maar dan vergelijken hoe dat onderzoek 10 jaar geleden is gedaan. En vaak met hele andere uitkomsten komen. Zijn dat ook dingen die je mee wilt nemen? Ja, absoluut. Kijk, wij zitten echt met name nu in de data. Dus wij kunnen met name heel nuttig zijn in de datahoek. En dat betekent dus, de onderzoeker helpen hun data te standaardiseren, het liefst zodat het machine-readable wordt. Dus er is heel veel informatie die ik wil overdragen, maar dat is natuurlijk weinig tijd. Maar stel, ieder onderzoeker in de wereld deelt zijn data. Gebeurt nu absoluut niet. Hè? Dus het probleem 1 is, mensen delen het niet, want ze willen het lekker bij zichzelf houden, want het is hun precious data. Maar stel, ze doen het allemaal. Dan nog is het bijna onmogelijk om er iets mee te doen, omdat die data, iedereen heeft zijn eigen manier van de data opslaan, definiëren en opslaan. Dus je hebt dan, als ik jou zeg maar 25 datasets geef over boezemfibrilleren, dan ben je denk ik 2 jaar bezig om dat bij elkaar te voegen. Dat is niet te doen. Er zijn hele grote Europese subsidie, waar gewoon 10 miljoen subsidie wordt gepompt om uit 35 landen een database te maken. Gewoon bestaan echt serieus. Het enige wat ze hoeven te doen is databases ophalen en bij elkaar voegen. Maar dat is zo ontzettend arbeidsintensief. Dus het standaardiseren van data is echt cruciaal. Want als je de data standaardiseert en machine-readable maakt, dan kan een computer dus voor jou zeggen, oké, nou, die kolommen horen bij elkaar, die horen bij elkaar, die horen bij elkaar. En dan kan je gewoon 100 datasets uit de hele wereld pakken en in één keer bij elkaar gooien. En daar dan nog een keer daar de analyse op draaien. Dus datastandardisatie is een hele belangrijke stap.
En dan vervolgens een infrastructuur bieden waar mensen dus dat daadwerkelijk ook willen delen. En ik weet nog niet helemaal of wij dat nou echt willen gaan doen. Het lijkt erop dat iemand moet het doen. Dat is altijd natuurlijk de discussie. Maar wat ik zei over Airbnb. Airbnb heeft ervoor gezorgd met technologie dat ineens miljoenen mensen over de hele wereld hun hele privébezit en hun huisdieren en alles wat lief is aan totale vreemdelingen gingen delen. Het komt puur door technologie die dat gefaciliteerd heeft in de infrastructuur. Nou, zoiets moeten we ook creëren voor medische onderzoeksdata. Hè, dus dat de onderzoeker denkt, oké, ik heb een dataset, die is me heel veel waard, maar die ga ik nu in een veilige omgeving beschikbaar maken waarbij ik controle heb over wie erbij komt. Ik weet waarom die persoon erbij wil. Ik weet wat voor een credit ik ga krijgen. Dus krijg ik een citatie? Of kan ik misschien dan in ruil daarvoor een andere dataset krijgen? Dat moeten we gaan creëren, dat het echt gaat leven en dat mensen elkaars data gaan heranalyseren. Maar goed, zover is het nog niet. Zover is het nog niet, nee. Welke voorwaarden moeten daarvoor nog vervuld worden, waar jullie wel een rol in spelen? Ik moet zeggen, het moet denk ik met name... Kijk, we zijn heel veel met de technologie al, dus dat is het goede nieuws. We hebben dus de Europese subsidie gekregen, onder andere om deze technologie te maken. Dus we zijn bezig om een systeem te maken waarmee elke arts zonder echt technische kennis heel makkelijk zijn data kan standaardiseren. Omdat wij met machine learning en artificial intelligence... en dat is nu nog heel basic hoor, to be honest, maar dat gaan we steeds verder geavanceerder maken. Ja, bij ons gaat altijd de bullshit bingo alarm gaat af. Ja. Dus daarom zeg ik gelijk. Je was op tijd, Ja. Maar het is wel, er zit wel degelijk een lichte machine learning NLP component in. Daar komen we zo even op terug. Wat die proberen te doen is, als mensen hun vraag definiëren, dan zeggen van oké, ik heb hier 5 concepten uit het standaard internationaal medisch woordenboek. Bedoel je die? En dan hoef je alleen maar gewoon ja te zeggen. Dus in plaats van dat ze zelf 25 woordenboeken moeten doorspitten waar 10.000 concepten in staan. Om een definitie. Precies. Proberen wij de 5 beste voor hun te selecteren. En dan proberen we dus een soort human AI interface te maken. Waarbij dus human intelligence gebruikt en de kracht van AI, denk ik, op de juiste manier gebruikt. Door te zeggen, oké, dit zijn de 5 beste. Maar we weten niet precies wat de allerbeste is. Want dat is echt heel moeilijk, dat laatste stapje. Dus die technologie hebben we al in een soort pilot, waarbij dus een onderzoeker zelf zijn data kan annoteren door gewoon elke keer het beste concept te kiezen. We hebben al de technologie om van een Castor database een machine-readable endpoint te maken. Ja, het wordt een beetje technisch, maar... Ja. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld Google Datasets is net... ik weet niet of je dat hebt meegekregen, Google heeft een zoekmachine voor datasets geannounced. Dat machine-readable endpoint, dat is indexeerbaar, dus dat publiceert metadata over de studie op het hoogste niveau. En dan kan je steeds een niveautje dieper. Dus je kan eerst lezen wat is de studie, van wie is het, waarom is die gedaan. Dan een niveautje dieper is wat voor datasets zijn er dan beschikbaar. En dan kan je nog een niveautje dieper en dan kijk je wat is de data. En uiteindelijk krijg je dan gewoon een in het ideale geval semantisch interoperabele machine-readable data. Yep. Dat hebben we allemaal al. Alleen daar zit nog wat handwerk in. En om echt tot een semantisch model te komen, hè, dus dat de data niet is van gewoon een platte rij met patiënt en dan bloeddruk en een glucosewaarde. Maar dan staat er eigenlijk, we hebben het concept patiënt. En het concept patiënt heeft een ziekte. En de ziekte is diabetes. En een diabetes kan ook weer eigenschappen hebben. Dat is zeg maar het semantische model van de data. Ja, dan krijg je ook andere soorten dwarsverbanden. Precies, want dat kan je dan verrijken met... Weet je, dan kan je Wikipedia erbij halen. En dan je studiedata verrijken met welke open dataset dan ook in de wereld. Ja, dit zit ontzettend op het kruisvlak van medische inhoudelijke kennis. Jij bent ook arts. Ja. En technologie. En data science. Zit dat ook weer spiegeld in jullie team? Want dit kun je niet doen zonder dat je medisch inhoudelijke kennis hebt, wat jij nu vertelt. Definiëring en dat soort dingen. Nou ja, wat we dus proberen je kunt het ook niet doen als je niet technisch bent. We proberen dus de technologie te maken om de subject matter expert, dus de inhoudsdeskundige, om die te faciliteren. Dat is altijd het idee. Maar ik heb zelf dus een PhD-student, dus hoewel ik fulltime voor Castor werk, heb ik nog een aanstelling in het AMC en ik begeleid een PhD-student die dit onderzoek doet. Die zit bij de medische informatiekunde. Onze CTO heeft ook, is gepromoveerd op de medische informatiekunde, heeft ook zelfs een tijdje geneeskunde gedaan. Dus die heeft waar ben jij gepromoveerd? Ik ben bij beslisondersteuning, bij medische informatiekunde en huisartsgeneeskunde. Okay. En dus we hebben beslisondersteuning geïmplementeerd in de huisartsenpraktijk. In de huisartseninformatiesysteem. Ja, precies. Ja. Dus er zit heel veel van dat. En we hebben een aantal mensen, we hebben een arts die bij ons bij Customer Success zit. We hebben een aantal andere mensen van Medical Informatics. Dus er zit heel veel van dat soort mensen zitten in ons team. Ja. Maar het doel is om technologie te maken die faciliteert. Dus het is niet het idee dat wij de mensen hebben die al die concepten gaan mappen, zeg maar. Alleen we moeten het nu voordoen. Maar je moet het wel snappen. Ja, je moet het wel snappen. Die kan je niet ontsluiten. Precies, ja. En dat... En weet je hoe dit soort dingen werkt? In elke omgeving waarbij je met professionals werkt,
die willen praten met collega-professionals. Ja. Ja. Als jij een buitenstaander was die alle verstand heeft van hoe je die databases et cetera organiseert, zou je het moeilijker hebben dan dat je nu hebt. Dat is jouw kracht, toch? Ja. Voor jullie kracht. Dat is die hypothese, ja. Maar dat ik zou zeggen... Het lijkt zo te zijn. Ja. Ik sluit dat in het geheel niet uit. Toen jij studeerde, dacht je toen dat je arts ging worden of niet? Dacht je toen dat je in de medische praktijk ging werken? Dat dacht ik wel, ja. Ja, anders was het natuurlijk wel een lange weg om geneeskunde af te werken. Maar je zou kunnen zeggen op een bepaalde manier toevallig hier helemaal in beland. Ja. Ik dacht altijd wel, ik was altijd al aan het denken van, goh, wat zou ik ernaast gaan doen? En zal ik een praktijk opzetten of zal ik een eigen ZBC, zelfstandig behandelcentrum opzetten? Dus ik was altijd al op zoek naar een soort van de entrepreneur mogelijkheden binnen de geneeskunde. En zo ben ik ook hierop terechtgekomen natuurlijk uiteindelijk. Alleen dit is zo uit de hand gelopen. Dat is voor mij... Ik ben nog wel geregistreerd als arts. Omdat ik gepromoveerd ben, heb ik nog een dispensatie gekregen. Dus moet je wel bijhouden. Ja, dat gaat dus niet gebeuren. Dus, nee, ga je dat niet doen? Nee, ja, nou goed. Ja, hoe? Weet je? Ja. Hoe? Ja. Een beetje bijscholen. Ja, nee, maar je moet patiëntcontact hebben. Dus je moet 2000 patiëntenuren per jaar maken. En dat lukt niet. Maar zijn er wel eens momenten dat je denkt, van, ook wel jammer? Ja, met name als ik al mijn vrienden zijn logischerwijs artsen. Ja. Dus ik zit bijna altijd, dan wel met mijn vrouw, die psychiater is bijna. Of met vrienden, gaat het over casussen van patiënten. Ja. Dus ja, dan denk ik soms wel, ja, goh. Dat zou ik ook wel leuk vinden om weer een paar patiënten te zien. Ja, ja. Ja. Ja, ik probeer dan wel mee te praten, want soms word ik een beetje weggelachen. Maar wat ik wel fascinerend vind, het gaat niet zozeer over de medische kant van het verhaal, maar 3 jaar geleden was het een heilig principe voor jou dat je onafhankelijk wilde zijn. Geen geld van buiten, bootstrappen heet het in je begon. Heb je heel lang volgehouden. Ja. Je hebt net al uitgelegd, op een gegeven moment concludeer je dat je gewoon, als je wat wilt, moet je sneller doorpakken. Ja. Maar dan haal je ook opeens dik 5 miljoen aan investeringen op. Mm-hmm. Een enorm bedrag. Hoe krijg je zoiets voor elkaar? Dan kun je wel op een ochtend bedenken van ja, weet je, we gaan eens wat investeringen zoeken, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Of hoe heb je het voor elkaar gekregen? Ten eerste... dat je gewoon een product hebt wat bewezen market fit heeft, een bedrijf dat revenue genereert. Dat zijn al een aantal ingrediënten die heel veel startups al missen. Revenue die elk jaar verdubbelt. Dat was gewoon allemaal aantoonbaar. Ja, dat was allemaal aan. Dan kan je gewoon allemaal in de data room zetten. Ja. Op een gegeven moment moet je allemaal bestanden gaan verzamelen voor mensen. Ik vertel het meer voor de kijker dan voor jullie. Maar dus dan heb je een data room, zoals het heet, waar je al je bestanden inzet. Dus ook je omzet groeien, je jaarrekening, al die dingen. Zitten we in een markt die heel veel potential heeft en ook heel erg groeit. En dus als je heel zegt, of als je gewoon naar Castro kijkt en zegt, oké, we doen geen visie, we doen geen mooie ideeën, geen Airbnb voor research data, geen datastandaardisatie, we doen gewoon puur electronic data capture. Zo, super fucking boring, maar we bouwen gewoon een commercieel systeem, punt. Dan alsnog is het heel interessant, want we hebben gewoon een van de betere systemen. En zeker over een paar jaar, op de core values die wij hebben neergezet over hoe je een systeem bouwt, hoe je naar je gebruikers luistert, hoe je je gebruikers centraal stelt. Al die core values die leiden nu gewoon toe dat we gewoon een heel goed EDC-systeem aan het bouwen zijn. Dus dat is al een soort van een goede business case op zich. En dan krijg je dus nog dit hele visieverhaal erbovenop. Dus ja goed, dan heb je dus een goed team, wat gewoon bewezen goed functioneert, met een product wat market fit heeft, waar mensen voor betalen, wat elk jaar de 2 keer zoveel revenue genereert. En dan nog een hele visie erbovenop. Ja, dan kan je dat geld ophalen. Als je investeerders vindt die in jou geloven en in het product geloven. Dus, en dat is InCAF dan geworden. Ja. Hey, en misschien een iets wat meer een lange termijn vraag. Hè? Maar als je kijkt naar medisch onderzoek, je zei het al, dat wat jullie dan ook faciliteerden, dat is heel erg gebaseerd op onderzoeken, steekproeven, dataverzamelingen, dat soort dingen. Je noemde en passant ook nog eventjes dat jullie koppelingen willen maken met het elektronisch patiëntendossier en dat soort zaken. Ja. Je hebt zelf, wat je vertelde, beslissen ondersteunende systemen gemaakt voor huisartsen. Mm-hmm. Als je lange termijn gaat kijken, is natuurlijk de meest effectieve vorm van data verzamelen is niet meer het opzetten van onderzoeken, maar gewoon de praktijk. Ja, het bij elkaar brengen van relevante data uit de behandelpraktijk. Mm-hmm. Als je daar iets mee zou kunnen, daar zit natuurlijk het goud. Ja, ben jij het eens met die analyse? Niet helemaal.
maar dat je misschien al verwacht. Ja, nou, kijk, de pragmatische trials, zoals ze heten, of gewoon real world evidence, al dat soort dingen, dat wordt steeds groter, terecht ook, want je ziet gewoon dat heel vaak de sponsor, hè, dus degene die betaalt in de studie, toch op een of andere manier zijdelings invloed heeft op hoe die paper eruit komt. Dat zie je doorlopend. Ja, en er zijn allerlei angstaanjagende studies over hoe weinig sponsor trials er zijn waar geen, zeg maar, goede p-waardes vermeld worden. Desalniettemin, dus daar zijn die real world evidence trials heel goed voor, want dat is gewoon echte data, dat is geen controlled setting, weet je, dat is gewoon de feiten zoals ze zijn. Alleen niet voor elke fase van bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt brengen is dat zeg maar geschikt. Want het punt is, de reden dat je die controlled trials doet en randomiseert met name, is omdat je probeert van al die bias af te komen. Weet je moet van die bias afkomen. En in die real-world trials is het gewoon super moeilijk te corrigeren voor bias. Want bias is bijvoorbeeld de patiënt rookt. Dat is dan een hele makkelijke. Maar wat dan minder makkelijk is een soort genetische belasting. En dan de patiënt woont naast iemand die heel veel rookt. Of die een auto heeft, een oude diesel. Ik bedoel, verzinnen we. Maar op een gegeven moment zijn er zoveel omgevingsvariabelen en dingen die storing veroorzaken. Dat je niet met 100% zekerheid kan zeggen dat tussen wat je probeert te bewijzen en het effect dat daar, zeg maar, een causale relatie tussen zit, omdat je niet precies weet of er nog allerlei andere dingen zijn waar je moet corrigeren. En het idee van zo'n hele gecontroleerde setting is dat je zoveel mogelijk van die ruis eruit houdt. Dus je volgt die patiënten heel nauw, je stelt de juiste vragen, je randomiseert, zodat je, als het goed is, heel veel van die bias, zeg maar, tegen elkaar kan wegstrepen, om het heel simpel te zeggen. Dus ik denk niet dat we de klassieke manier van onderzoek anytime soon gaan kwijtraken. Want dan moet het hele nadenken over hoe vinden wij op een gegeven moment dat bewezen is dat iets veilig is en dat iets goed werkt. Dat moet dan opnieuw worden gedaan. Maar ik ben het helemaal met je eens. Het fascinerende is natuurlijk dat ze zeggen altijd juist kunstmatige intelligentie en machine learning natuurlijk gebruikt kan worden. Ja. Als je zulke grote datasets hebt die wij op een gegeven moment, waar wij als mens op een gegeven moment niks meer kunnen. Ja. En de machines daar patronen in kunnen gaan herkennen, die vind ik heel waardevol. Dat geloof ik ook, absoluut. Ja. Alleen ik denk dat het echt 20 jaar nog een bescheiden schatting is om te gaan aannemen dat real-world evidence, zeg maar, de bovenmoot gaat voeren. Maar wij zetten er wel op in, laat ik het zo zeggen. Wij zetten in op patient-owned data. We doen het een consent-platform. Het idee is dat ook patiënt zijn eigen data kan gaan beheren en zelf kan bijdragen aan studies en dergelijke. Vertel daar eens wat meer over, want privacy is natuurlijk een groot goed in patiëntendata. Nee, zeker. Zeker. Zij koppelingen met elektronische patiëntendossier, ja, dan denk je al gelijk aan dit soort belangrijke vragen. Ja, nou ja, in onze ideale wereld, we hebben een app die heet MyConsent. En dat is onze consent module, zeg maar. En in onze ideale wereld heeft de patiënt altijd ten eerste inzicht in waar de data heen stroomt. Dus heel GDPR compliant toevallig. Maar we hadden het al bedacht voordat de GDPR echt bekend werd. Maar omdat het gewoon common sense is, dat je wil weten waar je data staat en wie er wat mee doet. Maar we willen dus ook controle geven eventueel. Dus bijvoorbeeld, wat je zou kunnen zeggen, stel je gewoon voor, je doet mee in een onderzoek, dus je wordt geenrolled en je meldt je in MyConsent aan voor die studie en dan vervolgens krijg je een push-notificatie van de onderzoeker vraagt nu of de EPD-data naar de onderzoeksdatabase mag worden gekopieerd of gestreamd of zin wat hebt. Dat je gewoon ja zegt en dan wordt de data, en dat je dan ook inzicht krijgt in wat er met die data gebeurt. Maar nog beter, als die data wordt hergebruikt, hè, dus imagine die Airbnb for Research data die ik net noemde, als onderzoeker C aan onderzoeker A vraagt van, mag ik alsjeblieft met jouw data iets doen, dat dan ook de patiënt, zeg maar regel voor regel, zegt van, oké, is goed, stuur maar, weet je wel. Dat vind ik een heel interessant model. Het nadeel is, wat gebeurt als de patiënt nee zegt of niet reageert? Daar zit altijd een risico. Maar in ieder geval de technologie hebben om dat te faciliteren, dat is denk ik heel belangrijk. Dat je veel meer als burger weet van, oké, mijn onderzoeksdata gaat nu daarin, wordt daarvoor gebruikt. En ook terugkoppeling krijgt over welke meerwaarde het heeft geleverd. En wij willen dat heel graag in een klinische studie inbedden. En dat veel normaler wordt, zeg maar. Hey, zei van, hè, we hebben gekozen voor de externe middelen investering om vaart kunnen maken, snel te kunnen groeien, et cetera. Hoe zit het met de concurrentie, met jullie concurrentie? Welke andere partijen proberen hetzelfde te doen of doen iets vergelijkbaars? Ja, die lijst is best wel kort. Er zijn
de barrier to entry is best wel hoog. Het is best wel een lastige sector om succesvol in te zijn. En we zijn inmiddels ook ISO 9001 gecertificeerd, ISO 27001 gecertificeerd. We hebben allerlei andere certificaten. Dat is allemaal data integriteit en veiligheid en kwaliteit. En dat zijn allemaal van die dingen. Het is best wel lastig om een serieuze speler te worden in deze sector. Dus er zijn wel een aantal, dus in de US is er wel een start-up die het doet. En er zijn vooral veel grote bestaande bedrijven die het gewoon goed doen. Maar die zijn vaak weer aan de farmaceuten gekoppeld. En ja, weet je, ja. Dus zeg maar snel groeiende, goede start-ups die ook de academische space bedienen, die zijn er eigenlijk niet. Het enige wat er dus is een systeem wat in Amerika is gebouwd, dat heet RedCap. En dat is gebouwd door een universiteit zelf op een academische afdeling. Een soort van medical informatics afdeling. En dat is al heel aardig en dat is gewoon heel veel traction. Dus er zijn heel veel universiteiten in de US met name die zelf een eigen RedCap install hebben. En daar zijn we dus nu heel actief mee bezig van, hoe krijgen we hun overtuigd van het feit dat het beter is om een cloud-based beheerd systeem met goede support te hebben dan een houtje, het houtje touwtje gaat ver, maar een verouderd systeem wat je zelf moet hosten, waar je zelf support moet leveren. Ja, dat is niet de beste service naar je onderzoekers toe. Dat is niet meer van nu. Dus dat is eigenlijk de entiteit waar ik meest over nadenk van, hoe kunnen we die eruit krijgen? Maar het is niet zo'n hele interessante sector, denk ik, om echt een hele vette, hippe start-up in te starten of zo. Maar misschien mis ik er gewoon een paar, maar volgens mij niet. Nee, de tijd vliegt hier altijd aan tafel, want we nemen altijd een half uur. Dat is alweer om, zou je niet zeggen. Ja. Toch nog even een laatste vraag. Je was hier 3 jaar geleden. Als we nou over 3 jaar weer uitnodigen. Je zegt dat je gaat versnellen met externe geld. Ja. Ik denk 5 miljoen. Mm-hmm. Waar sta je over 3 jaar? Wat is je ambitie? In ieder geval dat we dan echt een kantoor in de US hebben. En misschien zit ik dan ook wel in de US. Dat is een beetje het plan, dat ik een tijd met mijn vrouw en kind naar de US ga. Zou ik leuk vinden? Ja. Om daar de business verder te laten groeien. En ik hoop dat het dan wel heel duidelijk is dat wij echt de innovator zijn in onderzoeksland. En dat het ook in buiten Nederland bekend is, zeg maar. Dat zou mooi zijn, dat we een beetje uit onze niche kruipen en dat er wat meer algemeen gekeken wordt van, dat is interessant. Dat is echt een nieuwe manier van onderzoek doen. Maar goed, ik weet dat er gebeurt alles veel minder in 3 jaar dan je denkt en wil. Ja, maar tegelijkertijd, als je weer terugkijkt naar 3 jaar, ja, is het... Ja, precies. Er is ook alweer heel veel gebeurd. Ja. Dus het is, hoe te zeggen. Maar dus, misschien dat de volgende interview dan remote is, vanuit Amerika. En dat er dan een paar hele mooie case studies zijn al verschenen over hoe we de meeste onderzoeksprocessen in de US ook aan het verbeteren. Ja. Dat zou mooi zijn. Mooi, man. Fantastisch. Nou ja, net wat je zegt. We hopen elkaar dan weer te spreken, want wij blijven hier gewoon zitten, wekelijks. Dus, ja, lijkt me hartstikke leuk. Van ons ben je voorlopig nog niet af. Nee, mooi verhaal. Ja, heel veel succes. Dankjewel. En jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website, Jetstream voor de livestream, Bier & Co. voor het biertje van Stekel. Lekkere broek inmaken. Ja, heerlijk. Is het gesponsord? Dat is gesponsord. Ja, dat is heerlijk. Maar dit is echt wel de eerste uitzending dat ik geen biertje op heb. En we doen vandaag geen 2, dus... Ja, ik weet ook niet wat er met je aan de hand is. Nee, ik ook niet. We hebben het straks nog wel even. Even vergeten. Andere problemen. Ja. En wie ben ik dan nog vergeten? Freedom Lab. Freedom Lab natuurlijk. Voor de gastvrijheid. Iedere dinsdagavond weer. We hadden... allemaal niet interessant voor jullie. We zouden eigenlijk nog een uitzending doen. Die gast moest op één moment weg naar het buitenland. Kan gebeuren. Dat zijn allemaal... Als je om iemand kijkt, maakt het allemaal niet uit. Maar ik was al beginnen te praten, dus dan moet je soms de zin afmaken. Who cares? Dank jullie wel. Dag.